politieke partijen DOE en A20 hebben vanmorgen een intentieverklaring getekend met als doel een politiek samenwerkingsverband aan te gaan. Volgens A20-voorzitter Steven Rijmen moet er in Suriname dienstbaar politiek worden gevoerd. Hij benadrukt dat de partijen DOE een gelijkwaardige partner heeft gevonden. Volgens Rijmen wil ook DOE dat het land door dienstbare leiders wordt geleid. Belangrijk is voor ons dat ze een fris kader wil hebben, nieuw kader, anders denkenden, mensen die meer willen gaan voor een nationale visie en die ervoor willen zorgen dat wij afstappen van patronage en partijpolitiek naar eigenlijk wat wij noemen dienstbare politiek, waar het belang van Suriname op de eerste plaats is en daarna kunnen we kijken hoe of wat. Dus voor ons is het belangrijk hier vandaag om aanwezig te zijn en duidelijk aan de volk kenbaar te maken dat we gehoord hebben. We hebben naar u geluisterd. DOE-voorzitter Steven Al-Faisi roept de Surinaamse samenleving op om een grotere bijdrage te leveren aan de opbouw van het land. Financieel, materieel, immaterieel of anders, met de focus op ons paradijs Suriname. Zonder dat je direct iets daar tegenover direct verwacht. Laat het niet over aan slecht, gezinde en malafide. Doe het. Het hoeft niet groot te zijn, doe tenminste een kleine bijdrage. Het zal ons helpen onze dromen te realiseren zonder dat we aan malafide kapitaalkrachtigen iets verschuldigd zijn. En het zal ons ook de gelegenheid bieden dit land samen met u te leiden en te ontwikkelen waar deskundigheid een voorwaarde is in plaats van populariteit en middelmatigheid. En waar uw politieke kleur of juist geen politieke kleur geen voorwaarde is voor een bijdrage aan de ontwikkeling van dit land. Steven Al-Faisi, voorzitter van de politieke partij DOE. Hij heeft vanmorgen samen met Steven Rijmen, voorzitter van A20, een intentieverklaring getekend met als doel een politiek samenwerkingsverband aan te gaan.